Shepard verdrinkt in de regen terwijl hij de hand van zijn broer vasthoudt. Denk je dat hij de origami killer zou kunnen zijn? Kom op, ga terug naar de auto. Hey en welkom bij Beleer Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Wow, en we hebben juist gezien waar we gebleven waren. Vorige keer hebben wij gezien hoe dat die broers verongelukt was. Die ene broer. Die andere broer weet ik echt niet dat hij overleefd heeft. Ik denk het wel, ik hoop dat toch. Dus even kijken wat ik hier kan zien. Bloemen. Dat joch is 30 jaar geleden gestorven. Wie verzorgt er dan nog steeds dat graf? Dat vraag ik me eigenlijk ook eens af. Lauren. Daar gaat ze weer en verrast me. Ik hou helemaal niet van verrassingen. Allee, dat is een plezant voor verrassingen hebben. Zou ik cadeautjes open doen? Dat heb ik het liefste. Jee. Nee, cadeautjes kopen dat niet, want dat is veel geld op doen, hè. Ik hou liever al mijn geld zelf weggaan. Er is hier niets meer te doen voor ons. Laten we gaan. Jat, kom. We gaan aan de auto. Ach, en waar is onze tutut? Die man die daar staat. Ja? Dat is Charles Graham. Oh, die is vader. Wat doet die? Ja, dat heb ik gezegd. Is dat die vader niet van die kinderen? Oké. Dat klinkt raar. En akelig. Je hebt een nieuwe bonus vrijgespeeld. Woehoe! Donderdag 23. 9 minuten over 11:30. Oké. Dan gaan we hier naar boven. Mag ik zeg. Sorry. Hier al een derde keer. Kan recht staan. Ik weet niet waarom dat hier zo zit. Ja, die is in het glas vorige keer gevallen, dacht ik. Toen die een tunnel denk. Met dat glas toen. Als ik dat mij goed voor heb, tenminste, want dat is lang geleden hier. Oké. We gaan in bed liggen. Ik heb goed zin om te slapen. Nee, we kunnen niet gaan liggen, hè. We gaan eens drinken. Oei, shit, er zit niks in de frigo. Verdomme, we kunnen niet drinken. Dan gaan we eerst de ramen openzetten, want het is hier wel warm. Toch, we gaan eens op het terras kijken. Oh nee, flikken. Smeren ze. Shit, ik moet naar buiten. Oh nee. Oké, hoe gaan we naar buiten? Politie? Ze komen me halen. Ik kan er heel erg niet uit. Nou, hoe gaat het daar dan uit? Ik kan moeilijk springen, hè, balkon. Misschien kan ik naar het volgende balkon springen. Ik had juist zelf een idee als hem. Telefoon? Telefoon? Dat is gek. Niemand weet dat ik hier ben, behalve Madison. Ik weet weten waar de telefoon staat. In de badkamer. Nu gaan we een telefoon in de badkamer zetten. Het is vast een val. Ze willen me naar de telefoon lokken. Oh nee, shit. Blijf staan! Uh-oh. Oeps, shit. Auw. Oho! Hij is nog steeds voortvluchtig! Grijp hem! Hij probeert te ontsnappen! Oh, excuseer me. Sorry. Voor het ongemak. Oké. Okay. Oh shit. Trap. Oh nee shit. Dat gaat niet. Ik zit in de val. Ja, naar beneden. Oh fuck. Terug naar boven. Oh, goed gedacht. Come on, uw eigen laten optrekken. Come on, dat moet lukken. Ah.
We moeten ontsnappen van die flikken. Heb ik geen andere keus? Nee, ik blijf niet staan. Woe! Hihihi! Salome! Springen! Dus tussendoor was misschien wel rapper. Echt even bekijken. Bye-yo! Oh nee. Auw. Oh, springen! Oh, shit. Zoveel flikken? Oh nee, ik ben omsingeld. Oh, die flikken zijn toch dom? Er valt er bekend nemen. Er valt er bekend nemen op zijn bakjes. Ja! Deze flikken zijn echt dom. Vind ik toch. Normaal gezien hebben ze mij toch al. Met zes man. Omsingeld. Springen! Ouch. En mijn schijn dat zo'n slechte landing was. Ja, ik wil me niet overgeven, want ik wil zonder redden. Politiebureau kan eigenlijk niks doen. Taxi! Ouch. Sorry meneer. Kom, uitstappen. Come on, uitstappen. Hop, weg jij. Jawel, ik wil wel wees. Salut. Ziet hem zien. Verdomme, we zijn hem kwijt. Had hij goede manskracht meegebracht om mij te stoppen? Irritante klootzak. Je hebt weer een bonus vrijgespeeld. Oh, we gaan de tweede bonus vrij ook vrijspelen. Allee. We zitten weer al 23 uur 43. Bijna kwart voor 12. Woehoe! Oké, wat zit ik hier te doen? Eens kijken. Oké, ik kan hier toch niks zien. Dan ga ik helemaal naar boven. Hè. Zo het wel past. Lauren? Het spijt me, Scott. U had moeten luisteren, meneer Shelby. Ik zei toch dat u moest stoppen met het... Hoeveel mensen moet hij vermoorden voor jij hem aangeeft? Gordy heeft zijn fouten, maar hij blijft mijn zoon. Dat is waar. U heeft geen kinderen, meneer Shelby. U kunt dit niet begrijpen. U laat me geen keus. Dit onderzoek is over. Auw. Voorgoed. Oké, een blackout dus. Oh nee, shit, ik zit in het water nog. Huh? Met een auto, dus in een kanaal. Of in een vijver. Hoe moet hij eruit geraken? Oh shit, die zit er ook bij in. Ah, kut. Maar nu? Oh nee. Dat klinkt niet goed. Kom aan. Kom aan. Moet lukken. Voordat de auto zinkt. Yes! En er één. En... Come on. Pak het op. Of wat is dat ook? Ik moet hem natuurlijk eerst wel starten, anders doet niks het. Oei, come on. Come on, dit man moet lukken. Yes! Touw is ge... Oh nee. Damn, dan moeten we rap zijn. Kom aan. Ja, touw is los. Oh shit. Ik moet die eerst bevrijden. Eerst de passagier zegt ze altijd. En dan de chauffeur. Oh nee. Voilà, ik slaag een beetje. Dat helpt ook al niet. Dat we helemaal naar beneden, naar boven laten doen. R1. L1. En... Vlam! Allee, jong.
Oh nee. Nee, gaat die rapper zinken ook. Ah, ik wou zeggen Aloren. Ah, oh, we hebben het gered. Oef. Zie, het is een vijver. Dacht het al. Kon ook een kanaal zijn, zeg maar. Ik had zo'n voorgevoel dat dat een vijver ging zijn. Oh, ze leeft nog. Oef. Logisch. Kom op, breng je naar huis. Dan alle ramen en deuren op slot en laat alleen mij binnen. Oké? Okay? Ben voorzichtig, Scott. Oké. Okay. Oei, die is op mij verliefd, denk ik. Oké, okay, maar de rest... is voor de... De rest is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Laat altijd vast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende sheet of horror game. Daag.